Welkom bij de persbabbel na de wedstrijd Lierse-Oostende, gewonnen door de thuisploeg met 2-0. We beginnen bij onze bezoekende coach, Nee van der Bist. Graag uw analyse na deze wedstrijd. Ik denk dat we vrij kort kunnen zijn. Hè. Voor de eerste keer verlies ik hier op Lierse, zowel als speler dan als trainer. Vorig seizoen was het goed. 5 keer winst tegen Lierse, vandaag verliezen we en terecht. Ik denk dat we buiten de eerste 10 minuten, dat ik voelde, we zitten goed in de match. Verliezen we op de pedaal. We krijgen 3 gele kaarten, 3 totaal onnodige gele kaarten. Terechte gele kaart, maar wel totaal onnodig over de middenlijn. Op de helft van tegenstander. Dan zoek je problemen. Dan moet je een beetje aan inhouden. Word je een beetje gefrustreerd. Penaltyfase die geen is. Laat ons dat duidelijker zijn. Als coach roep je altijd dat penalty is, maar het is geen penalty. Krijg die geel terecht, dan krijg je nog 2 terechte geel. En dan voel je die onzekerheid erin sluimeren. Iedereen raakt gefrustreerd en dan verlies je de match in 5 minuten tijd. 2 keer op dezelfde manier. Wat een beetje pijnlijk is dat de meest ervaren mannen die op dat moment laten afweten. En dan loop je achter de feiten aan. En dan tegen een ploeg als Lierse, als Schachter komt, dan moet je ruimte gaan weggeven. Dan gaan de linies ver uit elkaar gaan staan. En dan kunnen zij daar perfect tussen gaan voetballen. Ze hebben er spelers voor. Ze hebben voor mij technische bagage boven de middenmaat van eerste klas. En we wisten dat. We hadden gehoopt van de boel goed te kunnen sluiten. En het laatste half uur met ons kracht, fysisch vermogen, het verschil te maken zoals in het verleden. En ja, oké, we komen achter. En dan tweede helft proberen met de moed er wanhoop. Proberen nog met 2 spitsen. En dat is misschien het enigste positieve aan vanavond. Is dat we gezien hebben dat we niet in een 4-4-2 kunnen spelen. Omdat we daar de ploeg niet voor hebben. Dus dat is een positief gegeven vandaag. En dat is ook het enigste. En het was te rommelig. Punt. Korte bal wanneer dat je lang moet spelen en lang wanneer dat je kort moet spelen. Ja, het was niet goed. We moeten onze lessen eruit trekken en volgende week keihard werken naar die wedstrijd tegen Anderlecht toe. Maar ik wens toch... Stanley vind ik een goede collega, dus ik vind ruimschoots verdiend. En ik hoop zijn manier van spelen dat het nog meer beloond wordt dan zoals vandaag. Bedankt meneer Van der Bist. Stanley, ook graag jouw analyse na deze eerste zegen voor Lierse dit seizoen. Ja, het is leuk als je een compliment krijgt van je collega's. Ik vind ook dat het zo hoort en we kennen elkaar natuurlijk van vorig jaar. En ja, zo gaat het, zo hoort ook vind ik. En de ene keer zit ik aan de goede lijn en de andere keer zit Frederik aan de goede lijn. Ja, je begint zo'n wedstrijd en je vraagt je af hoe ver sta je. Je speelt een beetje tegen een angstgegner. En ik moet zeggen, de eerste helft heb ik een Lierse gezien dat datgene heeft gedaan wat we willen. Hè, voetballend voorin komen. Lang de bal houden. Op de juiste momenten diepte zoeken. Wat ik alleen nog een paar keer miste was het wisselen van de ene kant naar de andere kant. Want dat was duidelijk zichtbaar dat heel vaak kon. Maar ondanks dat geef je weinig weg. Je bent veel aan de bal. Je kan dreigend worden en we scoren inderdaad, volgens mij rond de 20e minuut, 25e minuut, scoren wij 2 goede goals, identiek. Ja, de een gaat het duel in, de andere profiteert ervan. Dat ziet er goed uit, ook de spirit was goed. Ja, de wil om duels te willen winnen. Wat we van de week hebben aangegeven, zonder het winnen van duels kom je eigenlijk niet ver in de Jupiler League of Pro League. Dus dat zat goed. Het voetbal erbij, wat mogelijkheden en kansen, 2 goede goals. Dus van de eerste helft sluit je goed af. Je weet ook dat je de tweede helft wat in problemen zal komen. Ruitings komt erbij. Je weet dat Oostende wat meer optimistisch gaat spelen. Berger en Canassin gaan zwerven. Ja, dan heb je wat ervaren spelers nodig die het goed neerzetten, die heel rustig blijven. Maar ook vooral in die periode, in die fase, in balbezit, hadden we Oostende nog meer pijn kunnen doen. Want ja, 2 spitsen en als je centraal iemand vrij kunt maken en van kant kan wisselen, ja, dan krijg je nog meer mogelijkheden, nog meer kansen. Nou, dat is iets waar we aan moeten en kunnen werken. Al met al, als je zo'n eerste wedstrijd van de competitie gewoon goed afsluit, winnend afsluit, met vooral de eerste helft goed voetbal, dan kunnen we alleen maar heel tevreden zijn als ploeg. En dat zijn we dan ook. Bedankt, Stanley. Dan gaan we over naar de vragen uit de zaal. Christophe. Stanley, jullie verloren vorig jaar 5 keer van Oostende. Nu winnen jullie. Waar ligt dit verschil vandaag dan?
Ja, ik heb het de hele week al gezegd. Als je 5 keer wint, komt de keer dat je gaat afvliest, komt de keer dat je gaat winnen, komt steeds dichterbij. En ja, misschien is het omdat het de eerste wedstrijd is. We kennen elkaars krachten nog niet. Het is allemaal heel vers en misschien ook tegelijkertijd heel broos. Ja, je weet dat je tegen Oostende niet achter moet komen. Je weet dat een ploeg is met slimme spelers. Dat heb ik altijd gezegd, ook vorig jaar, slimme spelers. Berrier moet je niet de ruimte en de tijd geven. Karasin moet je blijven volgen. Ja, met Koulibaly weet je dat je een spits hebt die sterk is. En daar moet je niet te veel in gaan leunen. Ja, dat hebben ze goed opgelost. Dat wij iets te naïef spelen, iets te oud, niet met onze kwaliteit. En dat heeft Lierse vandaag wel gedaan. Ik vond Lierse vorig jaar misschien iets te naïef tegen ons. En dat hebben ze vandaag niet gedaan. Ze hebben een heel opportunistisch, heel realistisch. Met heel veel vista. Omdat ik het juist in Nederlands moet zeggen, weet ik niet. Maar vooral ja, overzicht. Vooral heel veel overzicht. En dat heeft ons enorm veel pijn gedaan. En dat is in principe wat wij moeten kunnen. Maar Lierse heeft ons vandaag laten zien hoe dat moest. Zijn we aardig wat nieuwe jongens ook in je ploeg? Ja, ik kan niet anders dan voorstellen dat je tevreden bent over wat zij brengen, want sommige kenden we nog niet zo heel goed. Maar ik neem aan dat je content kan zijn. Ja, content van nummer 1 tot en met nummer 11 en zelfs de jongens die erin zijn gekomen. Kijk, als je tegen een ploeg als Oostende speelt wat voorin veel kopkracht heeft en een keeper staat er en die heerst in de 16 meter, is heel... Het geeft een elftal rust. Ja, als je Ludo Buijens in het elftal hebt staan die erin moet komen omdat Arjan Swinkels gebaseerd is. En die staat zijn mannetje en die geeft rust aan het elftal. Ja, dat is alleen maar goed voor mij, goed voor het elftal. Sissou, zijn eerste competitiewedstrijd, wat hij heel goed invult. Ja, dan kan je alleen maar een compliment geven aan het gehele team. Keita, belangrijk is geweest met goals, belangrijk. Voor een spits. Ja, en Wanderson. Ja, ook een voorbeeld van ja, iemand die er vandaag stond. Maar ik wil niemand tekort doen. Het is echt een enorme teamprestatie. Om tegen zijn ploeg als Oostende gewoon niet al te veel weg te geven. En zelf ja, goed te kunnen voetballen. En wat Frederik ook zegt. Ja, het was vandaag iets realistischer. Ja. We weten wat ze ons pijn kunnen doen in de omschakeling. Ja, kijk, dat is het. Hè. Het is vandaag gaat het om de knikkers. En dan pas moet je iemand gaan beoordelen. Zo'n voorbereiding, dat is fysiek. Dat is veel spelen, dat is veel trainen. Ja, het gaat om vandaag. Het gaat om de aankomende 29 wedstrijden. En verrast? Nee. Want hij heeft laten zien dat hij ook op training dat hij bepaalde kwaliteiten heeft. Daar heeft hij misschien wat meer spelers om zich heen nodig die hem juist weten te bedienen. Maar dat, geen verrassing, nee. Hij komt eigenlijk hier terecht, want hij komt niet via die academie, denk ik, hè? Keita? Ja. Nee, die komt van Metz. Ja. Ja. Dus jullie hebben al een zekere aanvoer van talent via die academies en toch ga je nog Keita halen. Waarom? Nou ja, omdat de academie op dit moment nog niet de spitsen levert die de eerste klasse nodig heeft. Het levert, academisch levert het op dit moment vooral voetballende middenvelders, voetballende spelers, voetballende centrale verdedigers op. En de spitsen zijn er nog niet. En dat moet in de aankomende jaren moet het gaan gebeuren. Geen vragen meer, dan kunnen we hier afsluiten. En toch nog één vraag. Je zei, we speelden te Hautain, heb ik dat goed begrepen? Is dat een gevolg van vorig jaar? Of? Waarom? Het is gewoon meer voetballers nu. En het is gewoon meer voetballers. En, misschien moeten we dat allemaal een keer gaan herkijken. Misschien willen we te veel gaan voetballen. En verliezen we een beetje onze waarde die onze kwaliteit was in het verleden. Zowel vorig jaar als het seizoen ervoor. Dus het gaat een beetje ten koste van het blok, vond ik vandaag. En dat was juist onze sterkte, zoals dat Stanley zei. Als je tegen ons vorig seizoen wou scoren, moest je al goed voor de dag komen. En vandaag hebben we iets te veel weggegeven.
En waarom? Omdat we iets te ver uit elkaar, iets te nonchalant, iets te oud. We willen te veel voetballen. We willen het allemaal te mooi doen en we zijn daar nog niet klaar voor. Nee, in principe niet en vooral het mijne niet. Goed, dan zien we elkaar terug binnen 2 weken voor de thuiswedstrijd tegen Moucron-Perroulouet.